12. Waarom straffen we? Er zijn 7 doelen van straf. Te weten, wraak en vergelding, genoegdoening, afschrikking van de dader, afschrikking van anderen, beveiliging van de samenleving, geen eigen rechten spelen en heropvoeding. Straf. Wanneer je iemand iets aandoet, wil je dat die persoon ook graag een vervelende tijd heeft. Dus, wie niet horen wil, moet maar voelen. Genoegdoening. Genoegdoening is een woord wat we eigenlijk niet zo vaak gebruiken. Maar dit betekent dat jij als slachtoffer jezelf beter voelt als je ziet dat de ander een straf krijgt. Afschrikking van de dader. Het is natuurlijk de bedoeling dat als iemand een straf krijgt, hij of zij daardoor wel beseft dat hij beter geen strafbare dingen kan gaan doen. Dit noemen we afschrikking van de dader. Als anderen zien dat je een zware straf ergens voor kunt krijgen, noemen we dat afschrikking van anderen. Van een straf kan dus ook een preventieve werking uitgaan. Dan zit opgesloten, kan hij op dat moment geen overlast veroorzaken in de maatschappij. Door hele gevaarlijke mensen een lange tijd op te sluiten, maak je het dus een klein stukje veiliger in Nederland. Het is ook bedoeld, een straf, om geen eigen rechten te gaan spelen. Als mensen het gevoel hebben dat daders niet worden gestraft, willen ze wel eens voor eigen rechten gaan spelen. En dat mag niet in een rechtsstaat. Het is dan ook ten strengste verboden om voor eigen rechten te spelen. Dat noemen we trouwens eigen richting. Dus je mag niet, als iemand jouw fiets gestolen heeft en je ziet dat, die persoon zelf neer gaan slaan en in elkaar slaan om jouw fiets terug te pakken. Dan heropvoeding. Heropvoeding is natuurlijk dat de overheid een dader probeert te resocialiseren. Dat is een mooi woord om aan te geven dat we iemand opnieuw proberen aan te passen aan de waarden en normen in onze maatschappij. Straffen vroeger en nu. Vroeger zagen straffen er heel anders uit. En de doelen van straffen waren ook heel anders. Maar eigenlijk was er maar één doel, dat is wraak. En bij wraak past bijvoorbeeld ook heel goed lijfstraffen. Nou, wat voor straffen moet je nou denken? Of hoe zag dat eruit? Denk bijvoorbeeld aan kiel halen op een schip. Onthoofding, afhakken van stukken lichaamsdelen of ophangen. Nogmaals, onthoofding, executies waren echt kermisattracties in die tijd. Aan de schandpaal. Of, ook heel gruwelijk, vieren delen. Je ziet dus dat straffen behoorlijk zijn veranderd. Hulp voor daders. In Nederland bieden we ook daders hulp. Als jij verdachte bent van een misdrijf, krijg je te maken met reclassering. En de reclassering maakt een verslag van de omstandigheden, de persoonlijke situatie van een verdachte. Dit verslag gaat naar de officier van justitie en kan die meenemen in de rechtszaak. De dienstreclassering biedt ook ondersteuning. Het kan best behoorlijk zwaar zijn. Ze bieden terugkeerhulp. Als je eenmaal uit de gevangenis bent, helpen ze je om je leven weer op orde te krijgen. En ze houden toezicht op mensen die uit de gevangenis komen om te zorgen dat ze niet nog een keer in de fout gaan. Ook slachtoffers krijgen in Nederland hulp en hebben een paar rechten. In Nederland mag jij jouw visie geven tijdens de rechtszaak. Je mag dus zeggen wat er volgens jou is gebeurd en wat jij ervan vindt. Je mag een schadevergoeding eisen. En je kunt gebruik maken van slachtofferhulp.